Ja, weer op Schiphol. Koud Schiphol. Maar mag niet klagen, ik ben namelijk onderweg. Dit keer niet naar de zon, nee, naar Siberië. Via München, dan naar Moskou en van Moskou naar Ulan-Ude. Of in Irkutsk, weet ik eigenlijk niet. Eén van de twee. In elk geval gaan we de kou opzoeken. We gaan mooie dingen doen. We gaan naar het Baikalmeer. En het Baikalmeer is... Het is werelds grootste zoetwateropslag. Het is op zijn diepste ruim 1,5 kilometer diep. Het is nu bevroren, want daar is namelijk echt winter. En heeft Mazda bedacht dat we er overheen gaan rijden. Ja, er overheen rijden. Met een Mazda CX-5 gaan we van Ulan-Ude naar Irkutsk. Dwars over het Baikalmeer. En ik heb eigenlijk geen flauw idee waar we gaan beleven. Jullie gaan wel mee. Inmiddels een uur of 7 onderweg. Eerst naar München gevlogen. Van München daar een tijdje gewacht. En daarna hier naartoe. En dit is dan het internationale airport van Moskou. Dat is geen Siberië. Nee, dat klopt. Dus ik ga hier 2 uur stuk slaan. Ergens. En daarna vlieg ik naar Ulan-Ude. En dat is volgens mij een vlucht van 6,5 uur. Ik denk over zo'n 5 tijdzones. Dat maakt in totaal volgens mij 6 tijdzones. 7 uur tijdverschil in ieder geval. En dan beginnen we ergens daar in de sneeuw. We hebben hier een tikkeltje chaotisch. Ergens daar aan de hoek hebben ze een paar handen met koffers neergedonderd. Ja, en dan zoek het maar uit. Het is ook gewoon mooi weer. Koud, maar helder. Ik hou hem vast te knopen, het Russisch. Hele pragmatische Dacia's rijden ze hier, die ze dan trouwens Renault noemen. Ochtend is het hier. Ik heb een nachtje overgeslagen, dus even een paar uurtjes slapen. En dan straks Ulan-Ude in. En dit is Ulan-Ude. Geen idee wat hier te doen is. In elk geval staat er hier vlak achter, ergens op het centrale plein, een enorme kop van Lenin. De grootste in Rusland. Nou, laten we eens gaan kijken dan. En dan daar beneden, tussen alle Sovjet-autootjes, Mazda's, CX-3, CX-5, CX-9. De CX-9 die wordt niet geleverd in Nederland, dus daar gaan we niks mee doen. En met de CX-5 gaan we morgen die kant op. Dan maakt de weg een bocht. En dan komen we uiteindelijk na een paar uur sturen door het Siberische woud aan bij het Baikalmeer. En daar gaan we overheen. Dit is dan het meest sympathieke gedeelte van Ulan-Ude. Een keurig plein waar zo eens in de zoveel tijd een mooie militaire parade overheen dendert. Hey! En Lenin. Moet je zeggen dat ik de geschiedenis van Rusland niet helemaal exact ken. Maar volgens mij de grondlegger van het communisme, de man die het tsarendom aan de kant heeft geduwd. En dan is dit een hoofd van hem. En dit zou dan de grootste zijn in Rusland. Hij staat op heel veel plekken. Waaronder dus hier in Ulan-Ude. En als ik het zo begrijp, zijn ze toch wel redelijk trots op hem. Gaan we eens even kijken of we wat gekke Russische autootjes kunnen vinden. Die zie je in Moskou nauwelijks nog. Hier in het oosten van Rusland wel. Het is overigens wel fascinerend dat hier dus dat grote beeld staat van Lenin. Terwijl Lenin
eigenlijk niet zo heel erg aardig is geweest tegen de boeren, onder andere opstandelingen van zijn bewind. Die werden met harde hand neergehaald. Dat was niet de bedoeling. Een eigen mening werd destijds niet getolereerd. Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd, hè? Ik had hem ogenschijnlijk een fractie democratischer naartoe, maar het is niet helemaal waar. Kijk, je kunt hier niet echt iets doen wat niet de bedoeling is. We hebben aan alle kanten in de gaten gehouden. Dat zal dan nog wel onderdeel van de beleving zijn hier in Rusland. Dan mogen ze ook wel een cameraatje ophangen bij die kop van Lenin. Dat ding is niet alleen de grootste van Rusland, het is ook de grootste in de wereld. En hij is verkoper. En hij weegt 42 ton. 42 ton aan koper. Dat is volgens mij de ultieme natte droom voor de gemiddelde koperdief. Verder is er niet zo vreselijk veel te doen hier in Ulan-Ude. Dat is ook wel logisch, hè? Want anders boden de meeste reisorganisaties het wel aan. Maar je hebt hier dus de kop van Lenin, je hebt hier en daar wat kunst. Helemaal daar achterin zie je hem. Een soort Arc de Triomphe-achtig gebouw. Dan nog wat religieuze gebouwen, niet zo heel veel, vind ik. Zeker niet in vergelijking met andere grote steden in de wereld. De religie hier is de Russische overheid, hè? Daar geloven ze eigenlijk allemaal het meest in. Nou, er staat een ijzig windje. De locatie is niet heel bijzonder mooi. Hier zo in het centrum van Ulan-Ude. Maar daar komen we ook niet voor de schoonheid van het stadje. We komen voor deze auto's, de vernieuwde Mazda CX-5. Die staan er hier zat. Ze vallen nogal op, om twee redenen. Er zijn hier niet zo heel veel moderne, mooie SUV's. En er zijn al helemaal geen schone auto's. Alles zit onder de modder, onder de viezigheid. En deze Mazda's zijn schoon. We gaan hem aantrappen op de pedalen. In de richting van een locatie in de buurt van het Lake Baikal. En daar vandaan dan gaan we eerst, krijgen we toch nog weer een soort safety verhaaltje. Deze man had het een en ander verteld. 25 meter bij elkaar vandaan. Niet stoppen naast elkaar. Niet schrikken van scheuren. Kijk, alleen maar vieze auto's. De ijsplaat van het Baikalmeer beweegt. En hier en daar scheurt het omhoog, het ijs, het maakt herrie, het is allemaal spannend, maar het moet goed gaan, zo is ons beloofd. En dan gaan we daar in dat Siberische bos, krijgen we dat nog een keer te horen. En daarna gaan we in comfort, dat dan weer wel, met een amfibievoertuig het meer oversteken. Een kilometer of 40 en daar doen we een uur of 6 over. Het is een beetje veranderd, hè? De CX-5. Neusje is anders geworden. Het is een facelift, maar ietsje meer dan dat. Deze A-stijl hebben ze 3,5 centimeter naar achter geplaatst. En dat is toch wel een rigoureuze verandering. Ja, ik loop een beetje beroerd hier zo op het ijs. Dempers zijn aangepast, wielophanging, materiaalkeus, de vierwielendrijving ook. Wij rijden 2.5 met 194 pk. De auto daarachter. Automatisch gekoppeld met een automatische transmissie. En vierwielendrijving. En die vierwielendrijving die gooit dan zijn kracht voornamelijk naar de voorwielen. Behalve als het echt noodzakelijk is. En dan kan die maximaal 50% naar achter gooien.
Nee, dit is geen CX-5. Dit is een CX-9. Wat een fraaie auto is, vind ik. Kijk even mee naar binnen. Nou. Je zit er ook goed in. Hij is ruim. Ik heb gisteren heel eventjes een stukje mee gereden. Kijk, net dingen. Maar geniet er vooral van hier. Want ja, hij komt niet naar Nederland. Is CO2 technisch niet interessant genoeg. En dus zien ze dat niet helemaal zitten. Ik zag, ik kwam hier aanrijden en ik zag iets interessants. Niet al die Mazda's, maar een ander voertuig. Even naar kijken. Leuk. Glimmende CX-5'en en CX-9's. Wat dacht je hiervan? Dit is het ideale vervoermiddel hier. Een auto heeft het probleem dat hij niet over water kan. En een boot heeft het probleem dat hij niet over ijs kan. Nou, deze kan alles. Die wordt gebruikt om reddingen uit te voeren. Hier op het Baikalmeer. En er wordt ook gebruikt om toeristen over het meer te laten knallen. Er zit een dikke verbrandingsmotor in. En die draait dan die propeller aan. Daarachter deze jongens. Kijk. En daarmee stuurt hij. Balgen aan de zijkant waar lucht in gaat, komt hij een stukje omhoog. En dan is het vol gas over het ijs. Het perfecte vervoermiddel hier. Ja, als jullie stil zijn. Dan ben ik dat ook. Dan kun je de Trans-Siberië trein horen. Die rijdt over de Trans-Siberië Railroad. Die loopt van Vladivostok naar Moskou. En weer terug. En dat is de langste treinlijn ter wereld. Rijdt uiteraard ook de passagierstrein overheen. Hoewel ik die eigenlijk de afgelopen uren niet heb gezien. Ik zie alleen maar enorm lange goederenwagons. En parallel, deels, niet overal, maar deels parallel daaraan, loopt de Trans-Siberië Road. Die heb ik net genomen. Die kun je ook nemen. Ook helemaal richting Moskou. Maar dat is een avontuur. De weg is slecht. Alleen maar vrachtverkeer. Het is er vies, het is er gedoe, veel ongelukken. Maar ja, wel avontuur. Wij gaan dat niet doen, wij gaan oversteken. Ze trekt het meer over in de richting van Irkutsk. En dan zou je denken, dat dacht ik namelijk ook, goh, dat is grappig, dat zal iedereen dan wel doen. Nou, mooi niet, het is hartstikke verboden. Mazda heeft een soort van permissie geregeld. En in combinatie met beveiliging, met wat overheidsmensen, gaan we dat doen. En de lokale bewoners rijden hier ook wel over het ijs. Maar dan blijven ze zeg maar binnen zo'n 100 tot 200 meter uit de kust. Dat mag. Het is verboden om over te steken. Het is dan ook gevaarlijk. Dat is de reden. Wat is er dan zo gevaarlijk aan? Ik dacht dat het wel een beetje meeviel. In Scandinavië rijdt iedereen namelijk over bevroren meren. Dat is heel gewoon daar. Wat je hier hebt, is een enorme populatie zeeleeuwen. Het is de enige populatie zeeleeuwen die in zoet water leven. Ja, die heb je hier. En wat doen die beesten? 'S Winters willen ze graag ook af en toe een beetje ademhalen. En ze laten hun adem op één bepaalde plek los, waardoor daar een wak blijft. Dat doen ze op diverse plekken. En die wakken die blijven dus bestaan. Dan komen die beesten er constant in en uit. En je wil natuurlijk niet dat je met je CX-5 in zo'n wak klettert. Nee, dat weet je niet. Dit meer is 1643 meter diep op z'n diepst. Maar goed, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit als het 5 meter diep. Je wil er niet erin. En dus is het redelijk link. Daar komen jaarlijks zo'n 3 personen om hier op het meer die met hun auto de diepte in storten. Het ziet er vrij vredig uit, moet ik je zeggen. Wit, dikke laag sneeuw erop. Ik weet ook niet waar we er overheen gaan, maar daar waar we er overheen gaan is de sneeuw weggehaald. Nou, het schijnt. Ik ga een presentatie houden. Het camerateam loopt hier rond. Ik heb geen eigen cameraman bij me, maar de video van de CX-5
over het Baikalmeer met prachtige shots, dronebeelden, onder andere ook van de Trans-Siberia Railroad en natuurlijk van de lokale bevolking. Die beelden, die video, die zie je op autovisie.nl. Het is natuurlijk een heel klein beetje gemaakt voor de toeristen die hier het Baikalmeer bezoeken. Ze zijn nu van plan, de Russen, om dat commercieel iets beter te gaan uitnutten. Want ze hebben iets heel bijzonders in handen natuurlijk. Maar laat ook wel meteen even zien wat hier allemaal gaande is. Boven en onder water. Deze hier, de Omul. Dat is er eentje waar de lokale bevolking al eeuwen van eet. Alleen het probleem is dat het inmiddels ook commercieel is opgepakt en dat er dus minder en minder omuls leven. Beertjes, ze staan boven aan de voedselketen en ze zijn hier veelvuldig te vinden rondom de boorden van het meer. En dit is ook een hele bijzondere. Dit is een zwaan. Maar dan anders dan wat wij hem kennen. Dit meer is dus gigantisch, zoals het heel Siberië gigantisch is. Siberië beslaat ongeveer 10% van het land in de wereld. Dus van alle land in de wereld is 10% Siberië. Dat is giga, het is niet voor te stellen hoe groot. En daar leven relatief gezien dus niet zo heel veel mensen. Deze ook. Seals, zoetwater seals. En wat ook wel bijzonder is, het is dus het grootste zoetwater reservoir ter wereld. Het grootste meer ter wereld, het diepste meer ter wereld, het oudste meer ter wereld. 25 miljoen jaar oud. En nou had ik niet zo heel veel verstand van meren, maar ik heb er een beetje over gelezen. Meren verdwijnen na verloop van duizenden jaren of veranderen qua formaat of gaan over in rivieren, behalve deze dus, het Baikalmeer, die bestaat nog steeds in zijn oervorm. Wel is het zo dat hij enkele centimeters breder wordt per jaar. Het is hier geologisch nogal onrustig hieronder en doordat hij breder wordt neemt hij dus toe in formaat. En wat ook wel een aardig is, je hebt hier 360 rivieren die erin uitkomen. Dus die voeden het meer, die vullen hem. En er is slechts één rivier waar het water uitloopt. En dan uiteindelijk loopt het helemaal naar het noorden van Siberië en eindigt het in de Arctische Oceaan. Het is verwacht op de begeleidingsvoertuigen. Die zijn ze gereed aan het maken. Ik ga eventjes eten. Lunch. Kijk. Bietensoep. Of zoiets. En een soort hutspot. Niet zeur, hè? Gewoon goed eten. Binnen Siberië. Ja, de zoveelste veiligheidsbriefing. Dan gaat het nu dan toch gebeuren, maar ook weer niet helemaal, want we zouden hier oversteken. De Trans-Siberië Railroad, die hier langs heen loopt, die stopte hier ooit. En er was hier een soort haven. En daar werden de wagons in een veerboot geduwd. En die veerboot die vaarde naar de overkant. En bij Irkutsk kwam die aan. En dan werden de wagons eruit gehaald. Dan ging er een andere locomotief voor. En dan reed die verder richting het westen. 25 wagons konden er in zo'n ferry. Die ferry was tevens ijsbreken. Want ja, s'winters moest het natuurlijk ook doorgaan. Nou, dat was allemaal toch wel heel omslachtig. Een hoop gedoe. En uiteindelijk hebben ze de railroad om het meer heen gelegd. En kun je dus nu met de trein er helemaal omheen. En niet meer met de boot naar de overkant. Althans niet meer in de winter. Hij zit dicht, maar wel in de zomer. Alleen één probleempje. Er is dusdanig veel sneeuw gevallen. En dat is met de wind hiervoor klaarblijkelijk opgehoopt. Dus wij gaan weer een stukje of kilometer of 40 naar het noorden rijden. En daar oversteken. En dat betekent dat de oversteek 70 kilometer is. Daar is het meer breder. En ik zal even mijn zonnebril afdoen trouwens. Een beetje raar hè, met zijn zonnebril op zitten praten.
Hier is het meer 40 kilometer breed. Dat betekent dat we dus veel langer aan het rijden zijn. Daar komt het een beetje op neer. We staan te wachten voor de oversteek. Kunnen we mooi eventjes kijken naar het amfibievoertuig dat ons beveiligt. Nou ja, dikzak. Met mega wielen eronder, waardoor die dus blijft drijven. Met gigantische banden. Er zit een verbrandingsmotortje in. Hij moet het niet hebben van zijn kracht, hij moet het hebben van zijn drijfvermogen en zijn gecombineerde uitvoering, rijden en varen. Weegt een ton of 5, rijdt voor ons uit, die kant op. En als hij erop blijft, dan blijven wij er ook op. Nog een tijdje te wachten. Dit zijn de mannen die het hier beleven hoor. Russische helden, kijk. Hiermee komt hij vooruit. Op het moment dat hij erin mietert. En dit is hem. Van binnen. Centraal geplaatste bestuurderspositie. Net als in een McLaren F1. Maar dan anders. Dan stil is verderop een enorme scheur. We zijn nu aan het kijken hoe ze daar omheen kunnen. Overheen kan soms ook. Tenzij de scheur te groot is, dan gaat dat uiteraard niet. Als je er wel overheen moet, is dus de eis dat je dat alleen doet. Rijd het in de auto. Je mederijder die moet eruit, omdat het risico wanneer je over zo'n scheur rijdt, dat je er dus doorheen zakt, vrij groot is. En dan hebben ze liever één persoon erin zitten, die ze eruit moeten trekken. Dan twee. Dus je passagier die moet lopen, die moet om de scheur heen lopen. En dan zitten we nog relatief dicht bij de kant, want we gaan die kant op. En des te meer je richting het midden gaat, des te meer scheuren er zijn. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat het Baikalmeer op op de breuklijn van twee aardplaten ligt. Je hebt hier dus heel vaak aardbevingen. Bijna wekelijks, naar het schijnt. En die aardbevingen die creëren natuurlijk onregelmatigheden hieronder. Ook onder dat diepe meer. En dat creëert scheuren. Dat creëert overigens ook dat het meer telkens maar groter en groter en groter wordt. Elke paar jaar groeit het in de breedte een paar centimeter. Je kunt je voorstellen, als het een 1,5 kilometer diep is, dan is een paar centimeter heel veel meer water. Het water dat er jaarlijks bijkomt, daar kan heel Rusland van leven. Dat zijn van die mooie dingen. Camera team is het een en ander aan het ophangen voor de video die op de autovisie staat. Kan ik even een paar dingen laten zien. Kijk, spikes hebben we. Ja, ja. En omdat we spikes hebben, hebben we ook een sticker achterop. Die. Want
Een auto met spikes remt beter dan een auto zonder spikes. En dan kan de auto achter je daar rekening mee houden. We hebben een walkie-talkie bij ons. Maar dit is ook wel een aardige. Kijk. Dus, lijkt alsof de gordel erin zit. Dat betekent als we gaan rijden en je doet je gordel niet om, dat de auto niet gaat piepen. Het is namelijk zo dat als je over het ijs rijdt, je je gordel niet om mag hebben. Op het moment dat je er doorheen zakt, en het gebeurt echt met enige regelmaat hier, dan kun je er ook weer uit. En dat is op zich wel zo fijn natuurlijk. Hè? Zo snel mogelijk eruit. Je hebt ooit misschien wel eens geleerd dat als je in Nederland met je auto te water raakt en je eerst moet wachten tot die is volgelopen, dan pas krijg je namelijk je deur open. Nou, dat is hier niet de bedoeling. Dan ben ik dood. Zo koud is het. Dus direct de auto verlaten. Hey, er is zoveel te vertellen, zoveel te zien, zoveel te doen. De rest zie je volgende week. Of we het hebben gehaald, ja of nee. En je ziet hoe het in het midden is. Ik ga je laten zien hoe het in Irkutsk is. En hoe de Mazda CX-5 zich verder houdt hier op het Baikalmeer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vind je het wat? Geef even een klap op de duim. En vind je het echt wat? Verspreid hem dan eventjes. Dankjewel. Bedankt.